Je loopt er iedere dag overheen, maar hele grote kans dat je er nog nooit echt bij stil hebt gestaan. Putdeksels. En onder deze putdeksels bevinden zich putschachten. En dat kun je een beetje zien als de schoorstenen van het riool. En via deze putten kunnen we onderhoud doen aan de rioolbuizen onder de grond. Ook kunnen we inspecteren of het nog goed werkt. Die putdeksels moeten dus makkelijk open kunnen. Maar ook weer niet te makkelijk, want dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Die putdeksels zijn gemaakt van heel zwaar gietijzer en dat is slijtvast. En dat moet ook, er gaat soms de hele dag verkeer overheen. En die putdeksels moeten daarom aan Europese normen voldoen. En dat is waar deze getallen voor staan. Dat EN124 is de Europese belastingnorm voor putdeksels. En putten waar D400 op staat, liggen in gebieden waar heel veel verkeer komt. Het 400 staat voor 400 kilonewton. Deze putten moeten dus meer dan 40.000 kilo kunnen dragen. De opschriften van de putdeksels vertellen je meestal wie de fabrikant is, wie de eigenaar of de verzorger is of wat zich eronder bevindt. Op deze putdeksel staat RWA. Vroeger heette Waternet Riolering en Waterhuishouding Amsterdam. Het is best wel een hele oude. En daarna veranderde de naam in Dienst Waterbeheer Riolering. En dit is een van de nieuwste modelletjes. Dit is een van de meest speciale putdeksels van Amsterdam. Deze is de ere van de kroning van Willem-Alexander uit 2013. Oké jongens, even tot hier. Ik ben echt helemaal uitgeput. Oh. Later, water.